heb je Robert. Vandaag is de eerste dag van de herfst. Maar toch breng ik nog heel even de zon in huis. Lekkere Mexicaanse enchiladas. Heerlijk. Nog even die herfst op een laag pitje. Ik zeg snuif op die Mexicaanse lucht. Daar gaan we. Snijd de lenteuitjes in ringen. De gele paprika's in blokjes en ook de tomaat gaat vervolgens keihard onder het Mexicaanse mes. Meng vervolgens de dressingmix met een scheutje water en wat olijfolie. En voeg dan alles wat we zojuist gesneden hebben hier aan toe. Prima. Ja, lenteuitjes niet vergeten en husselen die handel. Dan mengen we de crème fraîche met de mix voor de salsa saus en roeren die even pittig door. Dan kan, terwijl de saus even blijft staan, de pan op het Mexicaanse vuur en kan het mes en de kipfilet, die daarna natuurlijk in de pan verdwijnt. Voeg hier aan toe een blikje mais en de Mexicaanse kruidenmix. Dan nog wat water en dan goed roeren. En dan kan het mengsel zo uit de pan in een met salsa saus besmeerde tortilla worden geschept. Even oprollen en het geheel afmaken met wat verkruimelde tortilla chips. De schaal verdwijnt 15 minuten in de oven, waardoor wij ons kunnen concentreren op het bijgerecht. Snijd die voor de ananas en de koriander, doe dit in een kom en meng dit met een lekkere scheut chilisaus. Wat limoensap toevoegen, roeren en ik zeg caramba! Eet smakelijk! Hanneke idee!